Welkom bij De Kick-Off, het gloednieuwe sportprogramma op RTV Arnhem. Elke week ga ik samen met co-presentator Joris Kroeze op pad bij verschillende Arnhemse sportverenigingen. En daarbij nemen we natuurlijk ook het lokale nieuws door. Nou Joris, heb je er met je zin in de komende tijd? Ja, heel erg Tom. Volgens mij is er weer heel erg veel gebeurd de afgelopen weken op sportgebied in Arnhem. Jij bent bij Vitesse geweest, als ik me niet vergis. Ja, klopt. Afgelopen zaterdag Vitesse FC Groningen. De wedstrijd begon wat moeizaam voor Vitesse. Na 4 minuten al een doelpunt voor FC Groningen vanuit de penalty. Dat is snel. Ja, zeker snel. Moeizame start. Milot Gašica, de vleugelspits van Vitesse, die een nogal wat onhandige overtreding begaat in de 16. Ook al makkelijk gegeven door scheidsrechter Wiedemeijer, moet ik eerlijk zeggen. Yeah. Daarna toont Vitesse toch veerkracht en breken ze de wedstrijd uiteindelijk open. Wordt het 2-1. Netjes. En juist die veerkracht, daar ontbrak het aan hè, de afgelopen weken. Ja, de laatste weken was het een beetje slapjes. De energie, de drive, die miste wat. Ja. Nou ja, trainerskoppel, Vreese, Sturing. Dat zijn natuurlijk jongens met de mentaliteit. Ja. Hun geven ook aan van ja, wij moeten ja, dat vuur weer aanwakkeren. Die strijd er weer in gooien. Nou, je ziet dat het in deze wedstrijd zeker gelukt is. Daarbij is het ook zeker zo dat Vitesse geholpen is door individuele kwaliteit van spelers. En daarbij vallen mij vooral Adnane Tikaduwini en Louis Beker op. Ja, en die Tikaduwini, de man met de moeilijke naam, en Louis Beker, zijn dat dan de twee die je dit seizoen moeten doen voor Vitesse? Denk ja, het zijn zeker twee spelers die wel bepalend zijn. Vooral Louis Beker is zeer nadrukkelijk aanwezig. Ja. Maar ook Adnane Tikaduwini, overgekomen van Malaga. Ja. Speelde al in de jeugd voor Vitesse. Nou, terug op de oude nest dus. En je ziet dat hij met zijn acties, zeker in de omschakeling, erg gevaarlijk kan zijn. Ja. Toch laat hij verdedigend en op eigen helft soms wat steken vallen nog. Dat geldt eigenlijk ook voor Louis Beker. Toch al 3 wedstrijden op rij gescoord. En wat een goal, hè? Zeker, prachtig doelpunt van, ja. Van Louis Beker. Ja. Nou, je ziet dat hij er toch al kwaliteit er bovenuit steekt bij Absoluut. Vitesse. Ja. En ja, toch die actie van Tikaduwini, waarmee hij de vrije trap forceert. Louis Beker schiet hem erin. Dus dat is eigenlijk een mooi gevolg van hun kwaliteiten. Ja, absoluut. Daar gaan we veel plezier aan beleven dit seizoen, ja. Deze twee mannen. Ja, zeker. Welke partij staat er op het programma voor volgende week? Volgende week zaterdag is dat AZ Vitesse. Oké. Okay. Dat is een lastige uitwedstrijd voor de ploeg van Vreese. Maar komend weekend in ieder geval eerst nog het Interland voetbal, dus even geen eredivisie. Oh, geen competitie? Nee, klopt. Oh, dat is waar. Oké. Okay. Maar heb je eigenlijk nog ander lokaal nieuws, Joris? Zeker het actuele sportnieuws uit Arnhem. Voetbalclub SML heeft voor een stunt gezorgd door thuis met 2-1 te winnen van koploper Union in de derde klasse D. Van Usse en Bekke Nutte waren de doelpuntenmakers. Aanstaande zondag gaat SML op bezoek bij de Trekvogels. De waterpoloers van ENC wonnen zaterdag hun derde wedstrijd van het seizoen met 13-10 in Amsterdam van de Dolfijn. De vrouwen waren minder fortuinlijk. Zij verloren met maar liefst 13-3 tegen Den Haag. Nou, dat waterpolo is volgens mij wel een stevige sport, Joris. Is dat niks voor jou? Nee, dat is mijn sport niet, Tom. Nee. Oké, okay, volgens mij hebben we beelden hoe het daar aan toe gaat. A logbow. That's a logbow. Loses her hat. A shot by Wines. And then afterwards, watch this. Boom! And the crowd seeing it here on the big screen. And Wines puts her hands up, much like in basketball. When you do something wrong, put your hands up right away. That was pretty clear. That was very clear. She absolutely lost. Mooi om te zien. Dan basketbal. De Arnhem Eagles hebben hun eerste wedstrijd verloren. Zij verloren thuis in sporthal de Omnibus met 86-70 van het Barendrechtse binnenland. Het was een fysieke wedstrijd waarin de wedstrijd ook even uit de hand dreigde te lopen. Zaterdag gaan de Eagles op bezoek bij Almere. Korfbalploeg Oost-Arnhem begon nog zo goed in de hoofdklasse B, maar verloor zaterdag de derde wedstrijd op rij van Detos met 25-19. De ploeg van trainer Ron Steenbergen staat nu met 4 ploegen onderaan in de competitie. Morgen gaan ze op bezoek bij Roda in Amsterdam. En dan de nasleep van de voetbalwedstrijd Driel MASV. Deze loopt nog steeds. De wedstrijd liep in september uit de hand na 3 rode kaarten voor MASV en een vermeende kopstoot van doelman Raymond van Driel aan de scheidsrechter. De tuchtcommissie gaat de wedstrijd verder onderzoeken. Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat daaruit gaat komen, Joris. Volgens mij een wedstrijd die inderdaad fors uit de hand is gelopen. Ja, we blijven het volgen. Vaak kan dat inderdaad resulteren in een puntenverlies. Of misschien wel erger nog voor een van beide clubs.
En volgens mij hebben we ook beelden van een andere wedstrijd waar in ieder geval de scheidsrechter belaagd werd. Dan tot slot de handballers van UDI96. Het team begon goed aan de hoofdklasse A. Met 31-26 won de ploeg van Achilles 2. Zondag wacht de uitwedstrijd tegen DOS. Tom, bij wie gaan we op bezoek deze week? Nou jongens, vandaag gaan we op bezoek bij Health Club Heijenoord. Dat is een allround sportschool aan de Amsterdamse weg. Naast fitness en bootcamps geven zij hier Krav Maga als bijzondere les. Joris, ben jij eigenlijk bekend met Krav Maga? Eigenlijk niet. Het enige wat ik weet is dat het uit Israël komt, toch? Ja, dat klopt, Joris. Van origine een Israëlische zelfverdedigingstechniek. Eigenlijk geschikt voor iedereen. Jong, oud, man en vrouw. Dus volgens mij zeer toepasbaar. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd naar wat ze ons daarover te vertellen hebben. Ja, nou, dat kunnen ze zeker. Laten we gaan kijken. Ik ben erg benieuwd. Wij gaan een kijkje nemen bij Health Club Heijenoord. En spreken daarbij met eigenaar en trainer Toon Stelling. Tevens voormalig wereldkampioen karate. Ik spreek met Toon Stelling. Toon, je bent eigenaar van sportclub Heijenoord. Kun je ons eens vertellen waarin jullie zich onderscheiden ten opzichte van andere sportverenigingen? Ik denk ten eerste de grote betrokkenheid van onze medewerkers naar de leden toe. Je ziet dat wij bijvoorbeeld alle mensen bij naam kennen. De grote verscheidenheid van groepslessen. Daarbij kunnen mensen altijd één op één begeleiding krijgen. Wat je vaak ziet is dat mensen 2 of 3 lesjes krijgen. En dan houdt het op. Wij gaan daarin door. Mensen kunnen net zo lang begeleiding krijgen tot zij zelf zeggen, oké, ik kan van hieruit verder. Toon, wat is de doelgroep voor jullie Health Club? Wat zijn de mensen die je verwacht die hier komen sporten? De doelgroep is heel breed. De jongste is 5 jaar en de oudste is 96. 96? 90 jaar, ja. En de persoon van 96 krijgt persoonlijke begeleiding, neem ik aan. Ja, zeker. Maar hij traint ook zelfs. Oh ja? Hij komt binnen en hij doet zo'n rondje. Wij lopen er rond, heeft hij vragen, komt hij naar ons toe. Zo, ongelooflijk. En hoe vaak komt zo iemand? 3 keer in de week, gemiddeld. Oké, okay, heel mooi. En tussen de 5 en 96, en jullie geven ook groepslessen aan alle leeftijden, neem ik aan. Het begint met jeugdjudo, tuimelcursussen en het gaat door naar de groepslessen, de bekende groepslessen, circuittraining voor ouderen. Dus het is heel breed. Oké, okay. En speelt het zich vooral af 's avonds en in het weekend of zijn er ook overdags mogelijkheden om hier te komen sporten? Het begint, de groepslessen beginnen in de ochtend, zumba lessen, body pump, body and mind lessen. En om 4, 5 uur beginnen de jeugdlessen, jeugdjudo en het loopt zo door. Oké, okay. Dat is interessant. Ik denk dat ik ook snel lid word hier. Hartstikke goed, het zal tijd worden. Ja. Dankjewel Toon. Ik ben hartstikke benieuwd hoe dit gaat. Dus ik ga me wel eens voorbereiden.
Goed, Tom. Ja. We zijn nu even bezig met de headlock. Ik heb je verteld dat de headlock, dat je dat al ziet op het schoolplein. Hè? Als kinderen met elkaar ruzie hebben, zie je ze elkaar om de nek pakken. Op straat leren de ouderen dat ook. En wat je ziet is dat ze afgeklemd worden. Je ziet niets, anderen komen erbij en je hebt een probleem. Goed. Weet je hem nog? Dat is natuurlijk voor iedereen een lastige situatie om normaal gesproken uit te komen. Maar met Krav Maga, die technieken... Heel lastig, maar er zijn oplossingen. Dus dat gaan we nu even oefenen. Wat je doet is dit. Ik zal hem even laten zien. 1, 2, het is een soort hamer. En geen hamertje tik, maar gewoon een goede hamer. Ja, daar val ik je achter. Ik laat je nu niet vallen, ik doe je gewoon weg. Ja. En dus je Oké. Dus ik doe dit omdat ik een reactie wil veroorzaken. Dus als ik hier sta, kijk, ben ik al te ver. Ben ik hier, hoef ik niet meer naar beneden, kan ik gelijk door. Ja. Ben ik hier, dan moet ik eerst een reactie veroorzaken. Daar. Ja, oké. En nu ga je even naar body shots maken. Daar. Dit zelf. Goed naar elkaar en dan gaan we body shots maken. Hard, hè? Alles hard. Hier. Ja. Maar hij moet. Kijk, doe hier. 1. Ja, I love you too. Je pak om je nek. 1. Kom maar hier. Je moet hier heen. Hier. Ja. Daar. Oké. Okay. Tussen de schouder daar. Ja. En dan? Hammer. Ja. En weg. Oké. Okay. Nou, Tom. We hebben al geleerd dat we gebruik maken van onze natuurlijke reflexen, reacties. Mm-hmm. De 360 defense gaan we nu uitproberen. Van de 360, dat is voor de kijker, zeg maar. Ja, 360 eigenlijk, 360 graden. Kijk, let op me. Hier vandaan, benen achter, gestrekt. Dat is een natuurlijke reactie. Als ik een klap krijg, is dit mijn natuurlijke reactie. En dat slijpen we. Mm-hmm. He, dus hier vandaan, ik maak een aanval met een mes, horizontaal. Dus eigenlijk is dit een situatie wanneer je al te laat bent. Ja. Maar je moet wat. Doe je niets, ben je de pineut. Ja, precies. Vitale organen naar achteren brengen, benen strekken. Slagaders en organen naar achter. Simultane stoot. Vuist. Ja. Boom. Ja. Hij loopt je toe. En weer terug. Dus hier staan. Ja. Gaan we even staan. We hebben de passive stance, niets aan de hand. Niets aan de hand, inderdaad. Semi-passive, je vertrouwt het niet helemaal. Mm-hmm. En dat is deze. Ready stance of fighting stance, dan is het begonnen. Maar jij gaat niet de gemiddelde kroeg zo naar binnen. Nee, precies. Dus nu gaan we even vanuit van de semi-passive stance. Je vertrouwt het niet helemaal. Ja, want je hebt al een leuke vriendin eigenlijk, Toon. Ja, dat is het probleem ook. Ja. Kijk, ik heb het eigenlijk wel interesse in. Dat loeren voor jou. Ja. Maar je weet dat ik vader ben. Ja? Maar dat maakt je niet uit. Nee, dat maakt mij niet uit. Dat is jouw probleem, niet de mijne. Oké, goed. Nou, is goed, joh. Oké, bijna goed. Staan, semi-passive. Voeten naast elkaar. En maak een open hand op de borst. Dus hier vanaf 360 van defense, open hand en wegwezen. Bam! Nog een keer. Leuke vriendin, Toon. Blijf het zeggen. Altijd naar mijn pupillen kijken. Ze zijn een beetje groot nu, hè? Ja. Je ziet er niet heel happy uit. Dat lacht niet voor jou. Fuck! Dus. Altijd bewust van je omgeving. Bewust van je omgeving. Nooit zomaar naar achteren lopen.
Boom, ga of naar links naar achter of naar rechts. Alleen wanneer het niet anders kan, eerst scannen naar achteren. Maar je kan een richeltje zijn in een café. Ja. Of de gracht invallen. Je kan een gracht hier staan, ja. De gracht hier in Arnhem. Ja. Of iemand met een hongerknuppel. Dus hier, hier, als het niet anders kan, mag je hier is mijn zichtsveld. Opnieuw. Helder. En probeer gelijktijdig, normaal gesproken is het de stoot. Maar nu doen we dat even niet. Nu doen we het even met een open hand op de borst. Oké. Okay, het moet gelijktijdig zijn, dit. Ja. Dus even langzaam, gelijktijdig. Bam! Ja, vitale organen naar achteren. Bam! Als ik jou was, dat niet, Tom. Oké. Okay. Goed. Nou, Toon, het gras weer niet gemaaid gisteren. Nee, jij niet. Ja. Nou ja, goed. Wat niet kan, wat niet gebeurd is, kan altijd nog, hè? Ja, ik heb precies van, je moet ook niet zo zeuren, Toon. Je vindt mij een zeur. Ja, ik heb maar een oude zeikert. Oude zeikert? Oude zeikert. Ja. Oké. Rennen, rennen, weg, weg, weg. Ja. Hey, Toon, bedankt voor deze training. Hartstikke tof. Ja, Tom, met heel veel plezier gedaan. Je bent altijd welkom, hè? En het wordt bijna iedere dag gegeven van de week. Ons met de club Heijenoord. Dus we zullen gewoon rustig hier langs. Ja, goed flesje, iedereen kan het recht. En ik ga er zeker een keer gebruik van maken, Toon. Hartstikke bedankt. Dankjewel. Hey, Tom, volgens mij ben je flink afgemat daar. Ja, dat kun je wel zeggen, Joris. Ik denk overigens wel een zeer nuttige vorm van training. Zeer toepasbaar, makkelijk aan te leren. Eigenlijk wat Toon ook al aangeeft. Ja. Dus ik denk ook voor Nederland, misschien voor verschillende organisaties, zeker nuttig in de toekomst. Ja, ongetwijfeld. Oké. Zijn jullie nou ook benieuwd naar Health Club Heijenoord? Ga dan zeker eens langs of neem een kijkje op de website www.healthclubheijenoord.nl. Nou, Joris, ben jij er volgende week ook weer bij? Zeker, ik kan niet wachten. Kun je al zeggen waar we dan naartoe gaan? Ja, wij gaan volgende week op bezoek bij voetbalvereniging de Arnhemse Boys. Waar we spreken onder meer met twee bijzondere spelers. En zijn jullie nou ook benieuwd? Kijk dan volgende week vrijdag zeker weer naar de kick-off. En blijf op de hoogte van al het Arnhemse sportnieuws. Voor nu bedankt voor het kijken en nog een fijne avond. Fijne avond. Tot ziens. Dag.